Nou, Paul, jij hebt natuurlijk een paar weken geleden de wat heeft iets in zijn mond quiz goed gespeeld. Zo snel geraden. Ja, maar dat ging echt heel goed. Ja. Nou, Rebecca, dan kun je echt een puntje aan zuiveren. Maar Leij, jij hebt daarmee gewonnen een appeltaart. Want die heb je zelf meer dan 100 keer gemaakt in je theatershow. Ja, ja. Dus je bent... Sindsdien ook niet meer, moet ik zeggen. Dat was het laatste was geloof ik half december. Ik heb daar geen appeltaart meer gemaakt. Nu heb ik afgelopen zondag mijn allereerste appeltaart gemaakt. Sterker nog, ik heb voor het allereerst wat gebakken in mijn leven. Is er ook een vrouw thuis of niet? Nee, ik was alleen thuis. Oh. Maar die vrouw die doet normaal alles. Dit is dus jouw allereerste taart, even voor de duidelijkheid. Ja, de eerste keer dat ik echt langer dan 5 minuten in de keuken heb gestaan, Jan. Jesse, gooi er een camera op, hoor. Dus maar moet je ook... Oh, jij doet het ook echt snel. Want Paul die gaat nu de taart in één keer uit zijn springvorm snijden. Die begint... Paul, wat is nu belangrijk? Dat hij uit elkaar valt of niet? Dan moet je op Nee, hij moet niet uit elkaar vallen. Maar voor mij heb je de bakblik van je grootmoeder gebruikt. Ja, die had je wel even in mogen vetten. Staat 1945 op. Maar dat klopt. Want hij blijft redelijk heel. Ja, hij valt niet uit elkaar meteen. Het springvorm is nu af. Hij is wel heel erg... Hij glijdt er goed doorheen. Ja, toch? Ja, ik was heel bang dat hij niet zou hechten namelijk. Even rustig. Waarom staan hier 5 bordjes? Wat is dat onzin? Daar kan de taart op. Maar voor wie? Voor Jan Kooijman. Maar wie heeft hem gewonnen? Zo wordt er eerst gevraagd, mogen we ook een stukje taart? Jan, vraag eens even netjes of je een stukje taart Jan krijgt een stukje taart. Oh, ik moet het vragen. Ja. Maar mogen wij ook een stukje taart, Paul? Hey, Jan, wat vind jij ervan? Want, hij ziet er goed uit, hoor. Ja, toch? Ja, vind ik zeker. Ja, de onderkant is ook goed. Ja, nou, jongens, helemaal even een hapje. Hij kan met jullie van de Heide moeten bellen. Ah. Ik ben benieuwd, want Jan die geeft even juryoordeel, goed? Ja. Er zit echt heel veel liefde en werk in, jongens. Dus gewoon met je handen, inderdaad. Knikken de knieën. Nou, het eerste hapje, Jan Kooijman. Mat je eigen taart. De appeltaart, ja. Dankjewel, jongens. Oh, lekker man. Goed, veel kaneel erin. Ja, hè? Nou, ja, ik ben een beetje mee uitgesloten met de kaneel, eigenlijk. Ja, maar is alleen maar goed. Dat vind ik wel lekker, hou ik ervan. Oh, maar ik vind hem goed, hoor. Echt waar. Ja, nou, is lekker, hoor. Ja. En eigenlijk is het ook wel goed dat Paul er nu pas is, Mattie. Want meestal met die taarten, die moet een dagje langer staan, hè, voor ze echt lekker worden. Ja, ja. Nou ja, dat is bij deze. Oh, Paul, je gaat ook hartstikke hard. Is je al op? Ik doe niks. Ik kan alleen wat uitdelen. Een soort Jezus. Terwijl ik zelf niks mag eten. Hé, lekker jongens. Wauw. Mattie, maar even, hier moet je gewoon een item van maken in de show, hoor. Gewoon wekelijks even een taartje bakken. En dat ik hem dan opeet iedere week. Dat vind ik heel Mattie en Wietse bak. Hij is wel mooi. Hij is ook de bovenkant is heel mooi. Dat heb je heel mooi gedaan. Een beetje tuttig. Eén ding, je bent de slagroom vergeten. Ja, vind ik ook. En de amaretto en de banaan. Mocht je nu trouwens een... Dat is heel lekker. Mocht je trouwens in de file staan of net aan je boterham met je kaas zitten, excuses. En dit is een vulling, er valt nu een vulling aan mijn gezicht. Ja, dat is heerlijk. Hey Paul, je bent sowieso druk met koken, want we zitten natuurlijk midden in Paul's Puber Kookshow. Yes. Wat een leuk programma is dat. Dankjewel, ik vind het ook heel leuk om te doen. Ja, waarom wilde je iets met kinderen doen, met pubers? Ik wilde altijd al een kookshow maken en toen zei iemand bij de VARA, die zei, waarom ga je geen kookshow voor pubers maken, of kinderen? Dan gaan kinderen, dat vind ik te moeilijk, want kinderen, dat is echt best moeilijk om met een goed kinderprogramma te maken. Maar pubers, nou, dat is eigenlijk nog moeilijker, maar tegelijkertijd proberen om daar te kijken of dat lukt. Maar de eerste week zaten ze echt als kippen naar het onweer te kijken bij de eerste opname, want we hadden het allemaal goed voorbereid. Maar na 2 weken zat in de zaal, kwamen steeds meer pubers en die bemoeien zich nu enorm met het programma. Het is ontzettend leuk om te doen. Ik heb zoveel plezier weer in het tv maken. Zeg, jij zegt, ik heb er weer plezier in. Nou ja, we hebben een onwijs klein, maar ontzettend leuk groepje. En na afloop dan gaan we ook monteren met een klein club. De regisseur, de editor en de einddirecteur. En de producer zitten we nu tot 2 uur 's nachts nog te monteren. En ik heb echt afgelopen zaterdag hadden wij een soort blind plate met pubers. En hadden wij stemmetjes gewoon gemaakt stem, Mickey Mouse stemmetje en lage stemmetjes onder de meisjes en de jongens zit. Ja, het is te flauw voor woorden. Maar het deed me zo erg aan vroeger denken, Schreeuw van de Leeuwen, dat soort grappen. Dat ik zo ontzettend tranen gelachen heb, ongeacht wat de kijker ervan vindt. dat is grappig om weer te doen. Ja, het is weer leuk om te maken. Mag ik nog iets anders melden trouwens? Leuk hoor, maar dit is gewoon je ouderwetse speeltuin. Ik ben je taart het eten, Matt, maar ik vind echt door het deeg heen een hele lange zwarte haarde hierin. Kijk, zie je dat? Je vriendin heeft toch geholpen. Nee. Kijk dan hoe lang die is. Dat is jouw haar, joh. Weet je dat zeker dat Ja, kijk, jongen, hij zit er helemaal vast in, man. Dat ga je, Mattie. Ja, sorry, ja. Ik kan het niet helpen. Vind je ook een aansteller of iets? Ja, precies. Zeg iemand anders het is. Nou, moet ik nou.